mondhygiëne en diabetes mellitus is het thema van een gisteravond verzorgde lezing door mondhygiëniste Dionne Leerdam. Van de Diabetesvereniging Suriname, DVS. De inleiding was bestemd voor leden van de DVS, sympathisanten en belangstellenden. De Diabetesvereniging nodigt elke maand specialisten en deskundigen uit om een voor diabetes belangrijk onderwerp te bespreken. Diabetes is een snel groeiende chronische ziekte in ons land. DVS vindt daarom dat de totale samenleving moet proberen het hoofd hiertegen te bieden. Mondhygiëniste Leerdam gaf aan dat de mond een niet weg te denken onderdeel is in de diabetesverzorging, maar dat deze vaak minder aandacht krijgt of wordt overgeslagen. Een slecht gebit kan leiden tot diabetes, terwijl diabetes ook kan leiden tot een slecht gebit. Want, zegt ze, diabetes is absoluut gelinkt aan het hebben van een slechte mondgezondheid. Mensen met diabetes die hebben sowieso heel veel meer kans op het krijgen van infecties. En alleen daarom al snap ik niet waarom het niet logisch is dat dan men ook uiteraard denkt aan het feit dat je een infectie in je mond zou kunnen krijgen. Ik bedoel, die mond is een natte plek. Het is een donkere plek. Er ontstaan heel makkelijk schimmels en bacteriën die kunnen maar lekker hun gang gaan op het moment dat het niet goed onderhoudt. En mocht je dan ook nog eens diabetes onder de leden hebben, is het toch niet heel erg raar dat je daar dan juist een infectie zal gaan ontwikkelen. Dus in Nederland is ook in 2013 daarom officieel opgenomen in het protocol voor het behandelen van diabetes, dat je ook absoluut voor je mond dat moet gaan laten screenen. Naast alle andere dingen die wel bekend zijn, is de mondscreening ook zeer belangrijk. Leerdam gaf verder aan dat vooral personen met diabetes type 2 veel voorkomende mondaandoeningen kunnen ontwikkelen. De eerste is caries. Ik denk dat we allemaal wel weten wat caries is. Caries is de ziekte die ervoor zorgt dat u gaatjes in uw mond krijgt. Die ziekte verloopt over een bepaalde periode van tijd heen. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. En op het moment dat je diabetes hebt, heb je gewoon heel veel meer kans op het krijgen van gaatjes. En dat heeft voornamelijk ermee te maken dat wij als diabetici meer kans hebben op het krijgen van xerostomie. Xerostomie is een moeilijk woord voor een droge mond hebben. Mondhygiëniste Dionne Leerdam. Ze verzorgde gisteravond in de mantel op verzoek van de Diabetesvereniging Suriname een lezing met als titel Mondhygiëne en Diabetes mellitus.